Hoi allemaal en super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe Star Stable video. En het is weer woensdag, dus dat betekent dat er een nieuwe update is uitgekomen. En deze keer is de update niet zo heel erg groot, maar we gaan er natuurlijk gewoon iets super leuks van maken. Want ik heb heel veel wat ik aan jullie wil laten zien deze video. Dus heb je er nou heel erg veel zin in, doe dan een duimpje omhoog en dan gaan we gauw beginnen. En waar de update vandaag eigenlijk voornamelijk om draait, wat het onderwerp is van de update, is alweer Marley's boerderij. Ja, voor de derde week op rij. Star Stable denkt, we doen gewoon één mega update en die smeren we uit, zo wham, over drie kleinere updates. Want de allereerste update bij Marley's boerderij was dus dat ja, alles hier zo werd vernieuwd. Maar toen kon ik niet opnemen, dus toen kwam er een andere video. Vorige week was er een nieuwe, wat was er eigenlijk? Een nieuwe wedstrijd volgens mij. Ja, een nieuwe race. En toen had ik gelijk aan jullie ja, dus de nieuwe boerderij laten zien. En toen hadden we ook een hele rare missie met deze man hier met ons aardappelen. Want die vent die bleek dood te zijn. Maar toen was hij ineens niet meer dood. Het was echt de meest rare missie ooit. Echt, Star Stable heeft altijd rare missies. En vandaag is er weer wat nieuws op de boerderij van Marley. En het is klein. Ja, ik vind het wel een beetje jammer. Het is op zich wel... Marley's boerderij hadden ze ook gewoon in één keer kunnen updaten. Maar Star Stable heeft het gewoon over drie weken, zeg maar, uitgesmeerd. Want wat er vandaag nieuw is, is een nieuwe indeling van de rijbak van Marley. Yay! Ja, dat is letterlijk de hele update waar het vandaag om draait. Maar er zijn nog wat andere dingetjes die ik jullie dus wil laten zien. Maar dit is het meest belangrijke van de update. Nou, je hebt dus zeg maar hier die paddock van Marley. En ik zei vorige week al van, hè, die hindernissen zijn weg. Want in deze bak, ja, die hebben ze dus ook veranderd. En in deze bak stonden dus altijd hindernissen. Dan kon je gewoon lekker springen. Maar die hebben ze weggehaald. En in de update van vandaag hebben ze dus iets toegevoegd dat je de indeling van de paddock kan veranderen. Oh, kijk, nou... Tadaa, deze die stonden ze dus al. Maar nu moet je dus op een knopje drukken om ze zeg maar te krijgen. Dat is nummer A, of letter A. En dit systeem, dat hebben we al een keertje eerder gezien. Namelijk in de rijhal hebben we dat systeem ook. Volgens mij hebben we dat ook bij de Starshine-hoeve. En we hebben het... Ja, weten jullie nog de andere locatie? Want dit zit sowieso nog op een andere plek. Maar ik weet even niet meer zo snel uit mijn hoofd waar dat is. Oké, dit is dus A, hindernissen. Nou ja, die stonden er dus altijd. Maar nou moet je dus op een knopje drukken. Dan hebben we letter B. En aha, dit is nieuw. Maar volgens mij is dit gewoon letterlijk de opstelling van de race van vorige week. En kan je die nou gewoon, zeg maar, neerzetten. Maar volgens mij kan je niet alles omgooien. Want dat is wel zo met de race, dat je alles lekker kan omgooien. Oh, jawel, het kan wel! Oh, yes! Oh, dat vind ik leuk. Maar hoe krijg je dat er nou weer terug? Huts! Oh, dat vind ik leuk. Dan kan het gewoon continu plat rijden. Maar wat gebeurt er met die strobalen? Ik denk dat daar niks mee gebeurt als je daar doorheen rijdt. Maar ik heb eigenlijk het idee... Oh, ja, het werkt ook! Oh, nu wil ik die hele grote dingen omver duwen. Kijken of het ook met deze grote balen kan. Oh, ja! Oh, nou ja, we slopen gewoon die hele... we slopen gewoon die hele hindernis. Oh, dit vind ik wel leuk. Hup, hij is weg. Nou, we kunnen dus eigenlijk nu ook een hindernissen laten weghalen. En mijn paard heeft een plantenpot op zijn hoofd. Die blijft nog wel staan. Oh, maar dat vind ik wel leuk. Je kan hier eigenlijk meer een soort van bolen van maken. In plaats van een echte hindernisbaan. Oh, hier gebeurt niks mee. Nou, dat is dan weer jammer. Maar volgens mij is dit dus gewoon letterlijk de opstelling van die race. Dat wil ik zo eigenlijk wel eventjes checken. Dan hebben we ook letter C. Ik denk dat we dan iets met pionnen gaan krijgen. Of gewoon een mix van allebei. Iets heel heftigs of zo. Oh! Ik had het echt niet gezien, maar ik heb gelijk. Kijk, een mix van allebei. Alleen echt heel heftig vind ik het niet. Ja, het zijn gewoon weer die... Ja, dan kan je... Oh, dit was oprecht niet de bedoeling. Dat is gewoon een foutje. Ik sprong dit keer zelf scheef. Ja, maar nu kan je dus gewoon in het rond springen. Ja, maar wanneer zou je dat doen? Vraag ik me af. Kijk, ik ga nou niet even op een avondje inloggen op Star Stable en denken... Laat ik eens even lekker over deze strobalen heen springen. Nee, dan doe ik namelijk een race, want dan krijg je XP. Hier krijg je niks voor. Hop. Nou, oké, ik vind het wel leuk. Ja, het kan natuurlijk als je een clubuitje hebt. Dan kan ik me wel voorstellen dat je dan hier met z'n allen kan gaan springen. Zo'n springwedstrijd kan gaan doen. Doe jij dat wel eens met je club? Laat het even weten in de reacties. Maar goed, dat was de update. Bedankt voor het kijken. Woe! Ja, als ik echt zou stoppen, dan zou het nou dus al klaar zijn. Maar er zaten nog twee mini dingetjes in deze update. Dus daar wil ik nog meer over vertellen. Maar wat ik dus eigenlijk even gauw wil zien, is of die race van Marley exact hetzelfde is als die opstelling van net. Nee, die race is wel iets anders. Oh ja, zien jullie dat? Kijk, dit is dan die race van vorige week. Oh ja, deze is wel echt anders. En dan heb je een soort aardappels in een kratje. En een soort groentekraampje. Wacht. Oh, ik ga het systeem hacken. Wacht even. Ik heb een plan. Wat als ik nu tijdens die race... Oh, dan moet ik wel snel zijn. Ah, ik heb nog maar 11 seconden. 10 seconden. Als ik nu tijdens die race deze dingen aanzet. Wat zal er dan gebeuren? Nee, ik kan er niet op klikken. Jammer. Dat hebben ze uitgezet. Ik dacht, wat als je dat dan aanzet? Wat zal er dan gebeuren? Maar kijk, dit was dus wat ik bedoelde. Ik dacht, het is hetzelfde, maar dit is toch wel anders. Alleen het lijkt erop. Maar oké, laten we doorgaan naar het tweede deel van de video. Oké, waar we nu heen gaan is namelijk richting Moorland. Want er zijn namelijk 3 nieuwe magische paarden. Ja, op Star Stable. Nou ja, nieuw zijn ze volgens mij niet. Want het zijn van die magische Star Stable paarden die al eerder in het spel zijn geweest. Ze heten de Wind Veils, maar ik heb echt geen idee meer welke dat zijn. Ik heb er gewoon geen plaatje bij. Misschien zijn het die soort van ponies, die magische ponies. In ieder geval, we gaan er nu naartoe, want ik ben heel benieuwd, want ik weet het niet meer. Oké, we zijn er en... Ah, ja! Het zijn deze! Oh, ik wist niet dat dit de Wind Veils waren. Het zijn dus 3 van die... Oh, kijk, Wind Veil. Ja, kijk, dat zijn ze dus. 3 van die magische shires. En deze heb ik toevallig al. Dat is heel leuk. Die heb ik toen echt een paar jaar geleden gekocht. En dan is een normale vacht. Is die zwart? Tadaa! En anders is hij dus blauw. Ik heb echt al zo lang niet meer op dit paard gereden. Eigenlijk is die best wel mooi als je hem zo ziet. Ze kosten 599 starcoins. En het enige wat ja, deze paarden dan kunnen is natuurlijk dat ze die magische vacht hebben. Dus dat is wel heel leuk. Alleen ik vind hoe ze eruit zien deze paarden ja, wat minder mooi. Ik vind deze vacht wel trouwens heel cool. Dit bruinige met die witte manen. Nou, eigenlijk is hij dus een beetje een groene schimmel. Zo ziet hij eruit. Alleen het model van deze paarden vind ik echt... niet zo heel erg mooi. Kijk maar, als je hem ziet naast Sparkle, dan is dit gewoon een soort worm of zo. Ik heb geen idee, maar dit ziet er niet meer uit als een paard of zo. Het komt ook wel een beetje door zijn kleur hoor. Maar ik vind zijn houding gewoon helemaal niet meer mooi. Dat zijn echt, vroeger waren die paarden heel mooi. Maar ja, nu is Star Stable zo goed in het maken van nieuwe paarden, dat alles wat oud is, is lelijk. Ah, dat vind ik ook gemeen. Maar ja, de paarden zijn echt veel mooier geworden op Star Stable. Kijk, dit is de normale vacht van die andere. Heb ik deze? Nee, toch? Nee, ik heb wel zo'n regenboogshire, maar niet deze. Kijk, dit is eentje en die heeft... kijk, een soort van confetti op zijn kont. Dat vind ik wel heel leuk, deze roze. Maar ik heb er wel eentje met regenboogkleurtjes. Maar die heeft volgens mij regenboogmanen. En als hij niet roze is, dan ziet hij er zo uit. Ja, ook een beetje een soort van aan de schimmel. Nou, ik vond het wel leuk om ze aan jullie te laten zien. Maar één tipje, ik zou ze denk ik niet meer kopen. Want Star Stable die brengt op zich wel vaker van dit soort magische paarden uit. En dan zien ze zijn ze wel gewoon nieuwer. Gewoon nieuwere modellen. Star Stable heeft bijvoorbeeld magische paarden gemaakt op de Arabieren, op de nieuwe Arabieren. Error. En nou weet ik het niet meer. Volgens mij ook op de curlies. En ja, inmiddels is Star Stable ook al beter geworden in het maken van magische paarden. En ik hoop dat Star Stable ook een keertje magische paarden maakt. Zo op het model van Sparkle, op de Appaloosa's. Want ik vind het hele mooie modellen. En wat ik ook hoop is dat Star Stable eens een keer met paarden komt. In de kleur van een zebra, een giraf, een luipaard. Van die wilde dieren. Dat ze ook heel erg vet zijn. Oh, laat anders even in de reacties weten welke kleur magisch paard jij heel graag wil zien. Ik ben heel benieuwd wat voor wilde ideeën jullie allemaal hebben voor ja, nieuwe kleuren. Oké, en we gaan nu dus door naar het laatste adres. Dat is namelijk naar de nieuwe locatie van de nieuwe paarden. Oké, ik ga zo meer vertellen. Bam, we zijn er. We zijn namelijk in Zuiderhoef. En ik weet eigenlijk niet of dat echt gaat gebeuren, maar ik denk het wel. Volgende week komen er namelijk nieuwe Welsh ponies op Star Stable online. En die komen dus in Zuiderhoef. En op de oude plekken van de Welsh ponies staan nog de oude Welsh ponies. Wacht, die zin ging helemaal fout. Maar we gaan dus nu naar de plek waar nu dus de oude Welsh ponies staan. En die zijn, als het goed is, heel erg afgeprijsd. Dus ze zijn super goedkoop. Dus ik wil eigenlijk even kijken van, oké, moet ik stiekem niet even een oude Welsh pony kopen voordat Star Stable ze gaat verwijderen? Of dat die ze naar de paardenmarkt gaat brengen. Dat denk ik eigenlijk. Maar het gebeurt soms ook wel eens dat als Star Stable een nieuw gebied uitbrengt of een nieuwe paarden, dat ze een week daarvoor alvast gaan beginnen met de aanpassingen. Dus dat het gebied al een beetje is aangepast of dat je ook kan zien waar de nieuwe ponies gaan komen. Dus ik ben nu onderweg naar de plek waar de oude ponies staan. Volgens mij is dat hier ergens. En dan ben ik benieuwd of Star Stable dus al wat heeft veranderd en of we al wat kunnen zien van de nieuwe Welsh ponies. Ik kan natuurlijk wel even een foto laten zien van de nieuwe Welsh ponies. Dit is een van de nieuwe Welsh ponies die volgende week gaat uitkomen. En het is een stijgerende foto. Ja, je wil eigenlijk liever een foto dat je hem gewoon staand heb. Want nou kan je eigenlijk niet zo heel erg veel zien van het paardje. Maar ik ben wel heel erg benieuwd. En ook hoe duur ze zijn. Wacht, had ik dat niet al verteld? Dat het iets van 850 starcoins was. In ieder geval best wel duur. Dus ik hoop dat ze echt mooi zijn. En ik hoop dat er eentje in Uraya's kleur komt. Dat zou ook heel leuk zijn. Oké, we zijn aangekomen bij de nieuwe plek. Dus ik ben heel benieuwd. Ja, daar zijn we. Zuiderhoef. Ik vind het echt leuk dat er ook een keertje wat gebeurt in Zuiderhoef volgende week. Want er komt echt bijna niemand hier. Oké, en is hier wat veranderd? Huh? Waar zijn die Welshponies gebleven, die oude? Heeft Star Stable die al verplaatst naar de paardenmarkt? Hé, dit is... Nee, dit is niet nieuw. Dit stond er al. Nou ja, de Welshponies zijn weg. Waar zijn ze? Huh? Zijn ze al naar de paardenmarkt verhuisd? Vorige week of zo dan misschien al. Dat ben ik vergeten, want ik heb ze vorige week ook niet gezien. Nou, er is hier niet veel veranderd. Dat is, ja, dan komen ze gewoon letterlijk hier. Oh. Nou, dat is een beetje een teleurstelling. Ik dacht, nu gaan we de nieuwe Welshponies zien. Of zeg maar, in ieder geval een soort van hint. Maar er is letterlijk niks veranderd volgens mij. Ze hebben gewoon alleen die ponies gedumpt, die oude. Nou, nu wil ik eigenlijk wel die oude zien. Maar waar staan die dan? Vind ze in Zuiderhoef, waar ze zijn verplaatst op de heuvel van Hermit. Oké, dus ze staan op de heuvel. Wie zet nou weer zijn ponies op een heuvel? Oké, de Star Stable heeft gedacht, we willen deze ponies niet meer verkopen. Maar we willen ze ook niet wegdoen. Oh, hier! Dus laten we ze gewoon ergens verstoppen, zodat niemand ze vindt in de hoop dat niemand ze ook weer koopt. Maar ze staan letterlijk hier. Gewoon in het wild, op een random plek. Wat is dit nou weer voor iets raars? Waarom staan ze niet op de paardenmarkt? Maar gewoon, ja, echt gewoon verstopt. Zo van Star Stable, die wil niet meer dat mensen deze kopen of zo. Maar ook niet meer verwijderen. Nou ja. Oh ja, 390 starcoins. Oh, dat is wel heel erg leuk, jongens. Als je nog een goedkope Welshje wil, dan is het wel heel erg leuk. Want op zich zijn deze Welshponies best wel leuk. En welke ik dan de allerleukste vind... Ja, deze heb ik zelf. Maar deze kijkt altijd een beetje chagrijnig. Kijk, nu kijkt hij wel blij. Maar hij kijkt heel vaak... Kijk, zo heel boos. Een beetje arrogant. Kijk, ik vind hem niet zo aardig. Kijk, nu doet hij het weer. Zie je? Ik vind deze niet zo heel erg, leuk. Oh, hallo. Daar zit iemand bij. En die hier een bruine. Die vind ik ook mooi. Maar ik vind deze witte eigenlijk... Ja, denk ik dan wel het mooiste. Ik snap niet. Waarom heb ik deze dan nooit gekocht? Kijk, die heeft ook nog een beetje appeltjes. Maar mocht je dus nog een nieuwe Welshpony willen kopen... Ja, weet wel dat er volgende week nieuwe kleuren gaan komen. Maar dat je hier dus hele goedkope hebt. En ze staan dus niet bij Hermit, maar ze staan op deze random plek. Nou, dan weet je in ieder geval waar je ze kan vinden. Oké, ik ben in ieder geval ontzettend benieuwd naar de nieuwe Welshponies. En laat zeker even in de reacties weten of jij een van de nieuwe ponies gaat kopen. Ik ben in ieder geval super benieuwd hoe ze eruit zien. En ja, ik denk dat ik er volgende week wel eentje ga kopen. Dus abonneer op mijn YouTube kanaal hier beneden. Want dan mis je geen één video. En dan ga je dus de video zien waarin ik een nieuwe pony ga kopen. Als ze mooi zijn. Nou, vond je dit nou een hele leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. Abonneer dus op mijn YouTube kanaal. Laat nog een leuke reactie achter. En tot in de volgende video. Dat is zaterdag. Dan ben ik er weer. Doei!